oefentip nummer 2. Voortbordurend op de eerste oefentip. Studeer je ladders altijd in alle posities die er bestaan op je gitaar. Voor toonladders, in het zogenaamde cage systeem dus, hebben we 5 verschillende vingersettingen en posities voor alle ladders. We gaan even verder met A major. Probeer het altijd te oefenen over een akkoord shape. Die ga ik jullie nu laten zien. De eerste akkoord shape voor A major zonder open snaren is deze. Dat is eigenlijk de G vorm die opschuift. En dan ligt je ladder zo onder je vingers. Volgende is de 5e positie, wijsvinger op de 5e fret. Dan schuiven we 2 fretten op en dan is dit je akkoord shape, is de D. Opgeschoven naar A. Schuiven we weer 2 fretten verder en dan krijgen we eigenlijk de open C-vorm opgeschoven naar A. Dus dit is je akkoord shape. En de laatste is gewoon weer de A-vorm. En zo kunnen we eigenlijk oefening 1 in al deze 5 posities spelen. Bijvoorbeeld de tertsen.